Do you want to know what $182 billion looks like? Als je deze mensen toch wel cool vindt, ondanks alles wat ik heb gedaan, mag een code van mij, het hoeft voor mij niet per se, maar ik probeer het voor jullie te doen. Oh, ik ben in het ziekenhuis van Oekraïne, man. Ik ben ziek, ik heb last van ziekte. Daarna heb ik een paar dagen inactief geweest, ik had overal pijn. De medicatie die de dokters mij hebben voorgeschreven is echt sterk. Ik heb het moeilijk, man. Mijn video van gisteren gestrijkt. Veel mensen zeggen van ik ben ziek, maar ik ben echt ziek. Maar ik doe dit voor jullie, guys. I'm sick. Oh, help. Door een like. Mijn naam is Gert van de Stichting tegen Foutieve Seksuele Voorlichting. Lange tijd geleden, toen ik nog op school zat, was een geweldige tijd. Toen ik voor de eerste keer seksuele voorlichting kreeg van mijn klas, ik denk dat ik toen 12 was of zo. We waren hype, man. We waren fucking hype. Dachten dat we gingen leren hoe die poes. We waren misschien een beetje te hype. En elke keer als het woord piemel, ja, dan moesten we allemaal lachen. We hebben nooit echt seksuele voorlichting gekregen, omdat onze leerkracht zei dat we er niet klaar voor waren. Dus toen gingen we naar het middelbaar en toen zeiden we van, yo, wanneer gaan we leren hoe die... Toen zeiden de leerkrachten van, ja, je hebt dat vorige... Nee, we hebben dat niet vorig jaar gezien. Oh, we waren er niet klaar voor. En zo groeide onze generatie op zonder seksuele voorlichting. Het belangrijkste vak op school. Zou je echt zo moeten leren, anders gaat het helemaal fout. En omdat het nu dus overal volledig fout gaat, is er een site. En die noemt Awel. Awel. De site waar alle kinderen terecht kunnen met hun seksprobleem. Maar, site Awel heeft geen geld om deftige mensen te betalen. Dus het wordt gedaan door vrijwilligers. Maar die mensen reageren niet op dingen die belangrijk zijn. Die mensen zijn er niet fulltime mee bezig. Wel heeft geïnvesteerd in advertenties op YouTube. Dat was een verkeerde vorm van marketing, denk ik. De guy die achter zijn pc of naar porno aan het kijken is of naar Linktijger. Ik ben nog niet uit welke van de twee, man. Je weet niet welke categorie hij moet opzoeken doet. Er zijn er te veel! This guy is op zoek naar iets. Misschien stepmom. Ah, hij heeft Linktijger echt tik. Zoals je ziet, wij van de stichting tegen foutieve seksuele voorlichting zijn hier om deze kinderen te helpen. Daarom ga ik vandaag de belangrijkste onbeantwoorde seksvraag beantwoorden. Welkom op Awel. Neem notities. Ik ben een meisje van 12 jaar. En ik heb een vriendje. Maar ik weet dat hij meer wil. Mijn vriendje is 15. Zij is 12, haar vriendje is 15. Kijk, dat kan al niet, man. 12, 15. Hij heeft ook gezegd dat hij al kinderen wil. The fuck. Ik ben dan ook bij hem thuis geweest. 1 keer. Gewoon gaan spelen. Yo, dit daar. Als een jongen van 15 vraagt aan een meisje van 12 of ze wil komen spelen. Ja! Call the fucking cops, man. Die gaat zeggen tegen je ouders van, joh, mijn vriendje van 15 vraagt of ik wil komen spelen. En 1 keer bij hem thuis geweest. Gewoon gaan spelen. Hij deed de gordijnen veel te vroeg dicht. Toen dacht ik, waarom hij die dicht deed? Dan moet je al op. Dan moet je echt al weg zijn. Dan moet je al je spullen al gepakt hebben en dan gewoon... We zaten allebei op de grond. Ik kwam steeds dichter. En opeens kwam hij voor me zitten en pakte hij mijn borst vast. Stop, genoeg. Was het een verre squeeze? Was het onder die t-shirt zo? Elk opzicht is het fucked, want hij is 15. Hij heeft gezegd tegen je van, yo, ik wil twee kinderen. Als hij nog eens vraagt om te komen spelen, zag ik gewoon van, yo, get the fuck. Hij heeft me kunnen ompraten weer samen te zijn. Maar ik ben bang dat hij dit weer gaat doen. Smeulende durver. Hallo, dit is heel normaal. Groet je vader. Daarom is deze site niet goed, snap je? Daarom heeft het echt geen nut om hier iets op te zetten. Je pa zit zelf op deze site. Zeg even tegen je pa van, yo, hij deed die fucking gordijnen. Dacht hij wel kinderen, man. Ik kan hier niet veel over zeggen buiten dat hij niet meer gaat spelen bij hem. We kunnen doktertje spelen. Don't do it, man. Ik weet niet wat mensen hebben met rare nicknames of zo. Als ik een nickname moest kiezen op een spelletje vroeger, was het zoiets als Koele Nat. De helft van mijn naam en dan Koele. Mensen op deze site noemen zichzelf Zoete Schrijfster. Dat is pretty nice. Kun je klaarkomen met porno te kijken? En op welke veilige site kijk je het best porno? Kan het ook op YouTube? In de verboden afdeling van YouTube staan er heel veel video's die wel kunnen gezien worden als. Om daarin te komen, moet je het geheime woord intikken en de woord is FAP. Ah, dan kom je in de verboden sectie van YouTube. Dit is FAP video, Yuchi en Melanie. Shoutout you, FAP, man. That is fucking huge, man. That is great. This is what we need. This squad, wow. Zoals je ziet, zelf op YouTube. You got everything you need. Ik heb een vraag. Mijn lul is 20 centimeter en ik ben nog maar 6. Dat is normaal. No worries. Bro, kijk, sommige mensen hebben gewoon die olifantpiemel. De lengte. Het doet er allemaal niet toe. Als je ooit in de kleedkamer staat van het zwembad, hij wordt uitgelachen door andere mensen die zeggen van haha. Ja, dat is wel kut, man. Vroeger zei ik altijd, size does matter. Size doesn't matter. Het gaat niet om wat je hebt. Het gaat gewoon om hoe je het gebruikt. Deze video gaat zo demonetized worden, man. I love it. Pas op wat je allemaal gebruikt. Ik raad het niet aan om een fucking stilo te gebruiken om... Ik wil seks.
Maar ik ben nog maar 10 jaar. Kan iemand mij soms helpen? Kijk, ik denk dat bijna elke jongen wel met dit probleem zit. Ik weet niet, ik had dat ook toen ik... Snap je, ik was 14 of zo. Toen dacht ik ook van, yo. Ik had naar American Pie gekeken en ik had een soort van kalender in mijn kamer gehangen. Met dagen dat ik nog moest aftellen tot ik 18 was. En ik dacht van, yo, dan kan niet direct hetzelfde zijn als op internet en in films. Zo is het nooit. Ik was hier 14 jaar. Daar liggen de condooms die ik voor niks en niks anders ga gebruiken dan challenges. Misschien ooit in mijn leven ga ik seks hebben. Waarschijnlijk. Hopelijk snel. Ik was 14. Ik dacht van, yo, als je 10 bent en je bent nu al aan het wachten, bro, het gaat nog even duren. Ik ben Olga en ik ben 9 jaar en ik heb een vraag over seks. Is het waar dat als een jongen zijn peewee in je neus steekt, dat hij pipi moet doen? Krijg je dan een... Dit kan niet legit zijn. Deze soort vragen, dat krijg je als je geen deftige seksuele opvoeding hebt gehad. Het is niet de bedoeling dat je plast in een meisje. 99% van de gevallen is dat helemaal niet de bedoeling. En ze dat je een vriend zoekt die graag een golden shower doet. Ik heb hairy tits. En heb bang. Groetje Shelly. Je hoeft geen schrik te hebben voor harige borsten. Ik stel voor om erover te praten met je mama. Of een vertrouwenspersoon. If you have some hairy tits. Ikzelf ben niet echt fan van harige tieten, man. Maar welk potje past het dekseltje, toch? Waarschijnlijk ga je ooit al een jongen vinden die denkt van, oeh, I like me some good hairy tits, man. Demonetization coming in. Ik ben een meisje van 17 jaar. En elke keer als mijn ouders en ik gaan slapen, hoor ik ze het steeds doen. Ik slaap beneden in de zetel. Maar hun bed kraakt zo. En dat hoor je. En je hoort het allemaal zo goed tot beneden. Wat ze ook zeggen en zo. Ik heb mijn mama hier al op gewezen. En gevraagd of zij daarvoor wil opletten. Ze reageerde daar awkward op. Het is echt niet leuk om hier zo te slapen. Dat elke keer te horen. En dan in de ochtend te zien alsof er... Kijk, wat kan je daaraan doen? Ik heb daar de perfecte tip voor, ja. We hebben het allemaal meegemaakt, denk ik. Het is vreselijk. Probeer je dit? Maar dat lukt niet. Je hoort het gewoon nog altijd, toch? Ga je niet slapen, want dan denk je, fuck! Oortjes aan je telefoon, kijk even naar de video op YouTube. Niet dat je paat nog lang volhoudt of zo. 10 tot 15 minuten maximaal. En genoeg om een video van mij te kijken. En dan kijk je gewoon met die oortjes en dan denk je even aan iets anders. En dan is die video klaar en dan haal je oortjes uit en dan luister je en dan hoor je niks meer. En dan denk je van, ah, go have a good sleep, man. Ik hoor mijn ouders nog steeds. Ik raad jullie aan om zelf eens te checken op die site. En dan gaan jullie wel snappen wat ik bedoel, man. Deze site is gewoon het levende bewijs dat scholen echt veel seksuele voorlichting. Hallo. Ik ben een jongen van 13. En ik ben verliefd op mijn moeder. Ik durf er met niemand over te spreken. Verliefd op mama. Ze ruikt zo lekker. Ze is knap. En kookt geweldig. Toen ik met haar alleen op de kamer was, heeft ze mij ook... Dat vond ik heel fijn. Wat moet ik doen? Ik heb zin in meer, maar ik weet niet hoe ik daar dat duidelijk moet maken. Bro, what the fuck? Chill dat je ma lekker ruikt en ze knap is en ze goed kookt en shit, maar... Verliefd op je moeder, ik word gek van haar lach. Ben zo verliefd op je moeder, elk moment van de dag. Je mama. Ben je ook verliefd op een moeder? Dit kan niet, man. Kan toch helemaal niet, man. Ik ben een jongen van 13 jaar en ik voel me niet zo goed. Omdat ik vind dat ik een kleine peewee heb. Hoe kan ik deze misschien laten groeien? Iemand tips? Je bent 13, komt goed, bro. Val niet voor de reclames waarop staat 5 centimeter in 16 weken. Dit shit don't work, man. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de seksuele voorlichting op school echt gefailed is. Hier dingen op deze site waarvan ik echt denk van, deze brug naar elke school, deze achter jullie school. De tip van deze week, als het niet werkt om 2 kussens tegen je oren te drukken, als je nog altijd alles hoort, kijk gewoon een video of zo van mij. Zo heb je, ik roep veel. Dus dan hoor je dat geluid er zo niet door is. Dank voor deze video te kijken. Ik denk dat ik niet meer zo ziek ben, het komt al goed. So ladies and gentlemen, vergeet niet je vuile sokken in de wasman te doen. Hey guys! Bye! Leave your questions in the comments. Laat de vraag achter in de comments en ik beantwoord het jouw moeilijkste vraag. Guys, see you guys next time. Bye! I'm fuck you up, man. Deze dude opfokken! Oh, boy, I'm the Snap je, dat helpt niet echt als die spook. Thanks for the kill, man. Trying to kill me.